En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de eenrechte. Nou, Feyenoord NAC. Ik heb een beetje verkeerde kleuren aan natuurlijk, want Giel is voor NAC. Maar het is wel een Feyenoord shirt. Maar we zijn onderweg hoor, naar Feyenoord tegen NAC Breda. Dat is zeker weten. En ik heb hier bij me Monsieur Remonski, de enige echte. En we gaan er weer een leuke wedstrijd van maken, hoop ik. Ik hoop in ieder geval dat het een leuke wedstrijd wordt. We gaan het wel zien, we gaan het wel meemaken. Nou, we pakken de metro, staan we hier bij Heemraadlaan staan we. Dus we gaan de metro pakken en dan gaan we maar weer richting Rotterdam. We hoeven daar niet meer rond te rijden, de metro rijdt als het goed is weer normaal. Ja, dat zou wel mooi zijn in Rotterdam. Dus we kunnen gewoon weer de normale route pakken. En daar gaan we weer jongens. Even inchecken. Even proberen opnieuw. Hoppakee, ik wou wel zeggen. Probeer opnieuw, zei hij. Ik denk er een rot even gauw op. Ja, precies. Rot even gauw op. Ik heb gewoon netjes betaald, ja. Dan trap ik gewoon de deur open. Dus, nou. Ik durf mijn zon er wel op. Er staat weer een lekker zonnetje. Het is lekker weer. Ja, het is ook altijd een mooi dagje weer. Het is een mooie dag hier. We gaan er een mooi dagje van maken. Dat sowieso. En, het is wel aardig druk al. Ik denk dat de metro er zo wel aankomt. Zo. Gaat het, Ramon? Zo, zit er even als Chat de Boeren hier ook. Zou ik dat nooit doen in mijn vlog? Zou ik dat nooit doen? We gaan daar nog wel even op je eten. Als dat afgelopen is, gaan we weer op je eten. Oh, en daar haai je hem toevallig. Daar haai je hem toevallig. Of is het de verkeerde? Of is die van Lycée? Dat kent hij ook van Lycée wezen, hè? De Foppert. Kapelsebrug. Nee, dat is hem niet. We moeten de andere hebben. Nou. Nou, we gaan even wachten en dan spreken we jullie dadelijk weer. Tot zo. Zo, nou we zijn er weer hoor. We zijn weer bij de Kuip aangekomen. Dat zal weer wel. Ramon, doe even een voorspelling. Wat denk je wat de einduitslag wordt? Ik hoop maximaal een 4-0 of zo. 4-0, zo. Dat is wel heel erg positief. Dat is wel heel positief. Ik ga daar voor de zekerheid. Nou, oké, dan zeg ik 2-0. Ik weet het nog niet. Ik ga er niet van. We gaan het wel zien. Ik ga er niet vanuit dat het 4-0 was, maar ik ga toch een beetje terug waren. Oh, nou, Ramon zegt 4-0, ik zeg 2-0. Nou, we zijn bij het Maasgebouw. Kijk, hier heb je het Maasgebouw. En ja, we gaan weer naar ons eigen vakkie, hè? Vakkie Double J. Hier het Toppersportcenter. Helemaal super. En hier heb je Remonski. De super Remonski. Heb je er nog een beetje zin in? Dat zeker. Oké dan, nou we gaan richting het stadion lopen. Dat is niet gek, maar wel goed. Het is nog vroeg. Ja. En we zijn mooi ruim op tijd, dat is ook niet verkeerd. We zijn mooi ruim op tijd, ik denk dat we even kijken. Terwijl er al een ME-busje voorbij komt. Of zoiets, weet ik veel. Ja, maar van nog mee. Het is nog niet echt druk. Van nog reuze mee. Hier een fijne fanshop. Ja, het valt nog reuze mee met de drukte. Ja. Dus we gaan alvast lekker naar boven. Kunnen we er even op ons gemak even zitten. Even wat drinken halen. Ja. Ramon moest nog muntjes hebben. Dat was muntjes aanvullen, muntjes bijvullen, muntjes afzetten, weet ik van allemaal. Ik heb het allemaal verrot. Dat was mooi, ja. Dat kan nou goed inzetten. Nou, hier wordt iedereen weer tegengehouden. Voor mij komt dadelijk die bus van NAC terug, daar ga ik niet op wachten. Nou, dan gaan we maar eens even in de rij staan, jongens. Dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Met de Kuip op de achtergrond. Zoom uit. Jiel. Ja, zoom uit. Zo, gewoon, daar zitten we dan. Ja, precies. We hebben het ons op goede gedachten. Een beetje daar zin. Ja, dat zeker weten we wel. We maken er gewoon weer wat moois van. We gaan winnen vandaag. Ik hoop op een goede winst, hoop ik. Ja, gewoon winnen. Ik hoop op een goede winst. Ja, toch? Een beetje goed anders, hè, zeg maar zo. Hè. Ja, toch? Ja, mooi, ja. We zijn heel positief in, maar we zeggen dat we hopen dat het gaat. Dat is niet niks, hè? Nee, als we dat niet niks zijn. Het is een mooie week, hè? Ja.
Breda!
zijn de homo's, ja ja. Zijn de homo's, ja ja. Ja ja, de homo's van Breda. Dat zegt dat hij de vlog. Zijn de homo's van Breda. Terug.
van Persie.
Marcus. Thank you.
Zo, nou, en de wedstrijd is afgelopen. We hebben Ramon, we hebben 4-2 gewonnen. Wat ja. is jouw eerste reactie? Nou had ik eigenlijk wel eerst 4-0 gezegd, maar nu hebben we... Nou is 4-1, toen zei je 4-1 en nu is 4-2 geworden. Ja, het laatste doelpunt was weer niet nodig. Het was weer een onnodig doelpunt. Eerste doelpunt eigenlijk ook niet, want dan gaf hij wel heel makkelijk een strafschop voor die naar je huis. Want qua spelen hoe ze deden was misschien niet echt... Nee, het was niet best. Was weer niet best, was het. Het belangrijkste is dat we wel gewonnen hebben. Dat was maar goed, we gaan nou richting Spijkenisse. Tot zo, ja. Even naar de Pieter Schaafland die voorbij. En die Pieter Schaafland die voorbij. Ja, is de oudkeeper van Feyenoord in de jaren 70. Die liep gewoon even voorbij. En die PG. Ja, dat kunnen we maar weer. Nou, we lopen zo. We gaan zo. We gaan via die dijk weer. Dan gaan we weer rollen. Nou, Ramon, wil je nog wat zeggen? Nee. Nee, ik heb trek in... In eten. Ja, ik heb trek in eten. Ik heb trek in een lekker kapsalonnetje. Ja, daar heb ik wel trek in. Oh, ze zijn al hier, ze fluiten alweer. Ja, tweede helft, derde helft al. Alweer niet gek, man. Nou, het gaat hard hier, hoor. Ja, we zien jullie allemaal dadelijk wel weer als we weer in Spijkenisse zijn, hè. Ja, dat is helemaal goed, hè. Later. Zoom out. Iel. Zo jongens, en dat was de trip weer voor vandaag. Het zit er weer op. Dat dan weer wel. We gaan nog eventjes lekker even een even lekker een kapsalonnetje bestellen. Maar ik ga nou even die gele bak in en dan... Dat komt helemaal goed aan. Nou weet je wat, ik laat jullie nog eventjes lekker zien dat ik lekker aan Sjoma gaat eten. Ja, laat ik dat nog eventjes laten doen, ja. Ja, heb je dat? Heb je dat? 11 september. Is er niks gebeurd? Nou, ik was net nog heel even afgeleid, want er kwam net een ontzettend mooie dame voorbij. Ja, precies. Maar, Ramon die zag het weer niet. Wat vind je? Dat was wel heel leuk. Oh, je zag het wel. Ja, ik zag het wel inderdaad. Ja, nou, het was heel gezellig even in de metro. Dat dan weer wel. Godverdomme, er zit allemaal weer vogelstront op mijn auto. Moet ik nou weer boos worden? Ja, kijk weer... eens, allemaal weer vogelstront op mijn auto. Godverdomme. Dat is wat de boer, hè? Dat is niet niks, zeggen we zo. Nee, dat is niet nik, hè? Dat is niet nik. Nou, ik ga lekker richting huis rijden, want ik heb honger. Doei! Later. Zo, en zijn we inmiddels weer bij mij thuis. En we gaan even lekker een lekker zwarmers dingetje. Ik heb hem wel weer heel erg raar neergezet. Hop. Ik heb even lekker een kapsalonnetje besteld. Yep. En Ramon heeft er ook eentje met dunne. En ik heb gewoon een gewone met shawarma. Ik heb nog van extra goed. Kaas. Ja, en lekker knoflooksaus erbij, hè. Lekker uit je mel muren. Ja, precies, hè. Dat is niet verkeerd. Dus we gaan even lekker op eten hier. Oh. En ik sluit bij deze ook de vlog af. Ik zou zeggen, jongens. Vonden jullie deze vlog leuk? Abonneer roepen of doen duimpjeboog. Dan is het weer helemaal op de goede kant. Heerlijk. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe het duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op It's Ultrex. Druk op belletje door jullie op de hoogte te houden als er weer een nieuwe video of livestream is. En doe het een veetje aan vinken. Voor de notificaties. Jongens, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Het was een leuke vlog. Vlog 358 alweer. Het gaat hard. Ja, gaat wel eens komen. En is het niet gek? Zo. Wij gaan lekker even hapje eten. Wij gaan even lekker een hapje eten. Ja, heb je dat? Ja, en eet ze makkelijk aan de andere kant. En hier doen we dat ook. Dus ja, maar als we dat nou 's ochtends om 10 uur zitten te kijken. Dan is het geen eens makkelijk, dan is wat anders. Nee, daarom. Ja, jongens, de groetjes allemaal. En ik zou zeggen, de ballen. En tot de volgende vlog. Ja, en tot de volgende keer. Dat... Tot de volgende keer maar weer. Gaat ons mooi, hè. En bye! Tot de volgende saus. Tot de volgende saus, inderdaad. Saus. Saus je wel of saus je niet, hè, zo maar zeggen.